Hey, hallo dan. Leuk dat je kijkt. Giel hier. Ben ik scherp? Oh, daar ben ik weer. Ik had het ook niet verwacht, maar dit is al vlog nummer 8. Ja, en dat is een bijzondere. Ja, zoals altijd bijzonder zijn, maar ik was dit keer bij het eerste echte YouTube-festival. Daar waar het tot leven komt, was er gezegd. En dat was ook echt zo. Georganiseerd door de Cinemates en Mertabi, die je later ook nog wel ziet. Ik neem je even mee. Oké, het is een hele zonnige zaterdagmiddag. Achter mij de gashouder. En daar zijn op dit moment de YouTube Awards. En ik heb gelijk met... Lekker met je. Ja, vind je het leuk? Ja. Oké, wat kijk jij normaal gesproken? Nou, echt vooral als ik ben geabonneerd op 49 kanalen. 49 kanalen? Ja. Oké, maar noem eens wat van je favorieten. Nou, een beetje alles wat hier is, zeg maar. Op feed. Ja. En ook op jou. Heel goed. Ja. We hebben een abonnee gevonden. Dus. Oké. Okay. Ja, hoi. Nou ja, dat dus. Allemaal ja, YouTubers. Mensen die zelf dingen maken. Maar ook gewoon natuurlijk de fans. En dat vind ik ook wel even interessant om die te scoren. Dus, ik ga daar eventjes naar binnen. Eventjes een kleine rondleiding. Ik mag eventjes. Wipeout hier, gaan we. Was wel heel leuk. Je kon er dus echt van alles doen. Er waren ook workshops, je kon karaoke bij Tess, optredens en zo. Ja, echt vette achtergrondgeluiden. Oh, ik zie dat het bandje gewoon nog om heb, zeg maar. Dat kan nu wel af. Maar ja, er waren natuurlijk ook bezoekers. En sommige van die bezoekers, ja, die kan je misschien wel kennen. Ik sta hier, je komt gewoon niet veel tegen hier. Dat is ongelooflijk. Kijk, hallo is er. Hallo. Hallo is er. Hey. Het zijn de jongens van Zomaar en Ponkers. Ja, yes. Ponkers. Wat is een topfilmpje van Ponkers? Flink koud, ja. Ja. Hey, maar overal zijn de muziekparodieën die we maken, die gaan ook echt knijt hard. Nielson eentje gemaakt laatst. Nielson? Ja, je Nielson belachelijk maken. Nee, dat zal we maken het niet belachelijk. Het is je kamerkruis, het is niet meer zo schoon beneden. Zo schoon beneden, wat nu? Check het hele clipje van Joke en Kruis. Nou ja, doe maar hier. Het is natuurlijk leuk om al die reacties te zien. Vind ik echt altijd te gek. Ik heb weer een paar hele leuke binnengekregen. Zoals deze. En hier kan ik ook wel wat mee. En daarvan heb ik geleerd dat je dus altijd moet reageren. Doe ik vanaf nu ook. Maar het is toch even anders op het moment dat je mensen echt in vlees en bloed ziet. En de duimpjes zeg maar ook echt zijn. En er waren vele fans... En ja, die konden vragen om handtekeningen, maar ik kon ze ook wat vragen. Simon, wie is dit eigenlijk? Lisa. Oké, okay, dit? Melanie. Noah. Wie ben jij? Julia. Hallo Julia. En wie vind je het allerleukste van alle YouTubers? Cinemates. Oké, okay, en waarom? Gewoon leuke filmpjes. Ja, ja. En op wie ben je allemaal geabonneerd verder? Bijna allemaal. Hoor. Bijna allemaal. Kostersusjes. Ook iedereen? Ja, bijna wel. Maar wie vind je dan echt wel echt heel erg leuk? Kelvin. En wat vind je leuk aan zijn filmpjes? Gewoon Kelvin, hè? Ja. Ja. En zijn er ook YouTubers die je gewoon niet zo leuk vindt of waar je niet zoveel mee hebt? Minder, ja, beauty. Daar heb ik echt wel minder.
Oké, heel goed. En jij? Hetzelfde. Ja. Ach, wat een beauties. Nou, en die kunnen we toch eigenlijk wel gebruiken? Geintje natuurlijk. Nee, ik vond het heel leuk ook om natuurlijk wat tips te krijgen. Wat vindt iemand nou leuk aan een kanaal? Een beetje humor, maar wel goede uitleg over wat je vertelt. Gewoon heel veel grapjes en zo, heel veel grappige dingen. Gewoon een soort van slikke vlogs van Marcia en Enzo. Ja, oké. Okay. En wie vind je stom? Nou, ik vind niet specifiek iemand stom, maar ik hou niet echt van gamefilmpjes. Volgen jullie mij al? Ja, ik wel. Heel goed, maar jij volgt iedereen. En volgen jullie mij al, dames? Ja. Ja, zeker weten? Zeker weten. Nee, hè? Nee. Nee. Ai. Bloody shame, hè? Ben je ook op mij geabonneerd? Ja. Oh, heel goed. En dan zet ik een handtekening natuurlijk. Dan doe ik het wel. Elke dinsdag komt er een nieuwe GIELS. Ja. Oké, okay, dan gaan we volgen. Oké, okay, heel goed. Dan jongens. Ja? Nog een shout-out. En? Shout-out. Ja, heel graag. Een shout-out naar Emma. Emma van der Wijk. Ja, ze kijkt net YouTube en ook dus views. Dus shout-out naar jou, Emma. Ja, top. Dankjewel. Kijk, en soms heb je gewoon echt superfans. Ik bedoel, ik hoef niet te vragen van wie jij fan bent. Nou, van jou, van Virgin en Diana. Ja, heel mooi. En heb je Rutger al wel gezien? Ja, en ik heb hem geknuffeld. Je hebt hem geknuffeld. Heel goed. Meer over het knuffelen of meer eigenlijk over de meet and greets. Dat zie je de volgende keer. Het was echt gigadruk en rumoerig en allemaal geluiden. Ja! Dus buiten, of eigenlijk backstage, sprak ik daar met een van de organisatoren. Ik zei al, dat waren de Cinemates en het was Mert, oftewel Mertabi. Ik ben Kennen. Oh ja, het was een keuze. Hij lijkt er wel op. Wat is tot nu toe een van de hoogtepunten voor jou geweest? Oh, wat vandaag? Ik dacht dit is het hoogtepunt. We zijn erbij. Man, dit is het hoogtepunt. Het vind ik lastig om te zeggen, want het optreden was vet. De meet and greet was vet. Ik vind de booth ook, zeg maar, de theorielokaal van de booth ontzettend vet. We gingen daar net even heen. Maar het was er zo druk. Maar wel heel vet. Ja, leuk. Dus als ik moet kiezen, alles gewoon. Ik kan niet alles. Kiezen. Ja. Een grote euforische toestand. Oké, en ja, voor jou? Ja, nou, ik vind het echt niet normaal, joh. Ik vind het gewoon leuk om het ineens echt leven te zien als in de gebruiker, zal ik maar zeggen. Ja. Elke dinsdag 12 over 12 komt er een nieuwe video op het kanaal van Giel. Check it. Top. Dit is voor jou. Teske, die kijkt ook. Dat is toch top, zeg. Heel veel gekkigheid, drukkigheid, toestanden. Uiteindelijk buiten in het zonnetje sprak ik met iemand van het PR-bureau. Die hebben ook mee georganiseerd. Omar. Zo, jij moet een trots man zijn. Ja, ik ben een trots man. Ja. Zeer zeker. Ja. Voldaan. Een van de founding fathers van deze Feed Awards. Mm-hmm. Wat zijn je hoogtepunten? Wat zijn mijn hoogtepunten? Nou, mijn hoogtepunten eigenlijk in zijn totaliteit is gewoon dat we gewoon de deuren opengooiden en dan eenmaal de mensen binnenlieten en dat eigenlijk iedereen vanaf de YouTubers tot en met de fans aan toe eigenlijk allemaal een positieve reactie losliet over het hele gebeuren. Maar toen was ik wel een beetje bang, we hadden nooit eerder een event gegeven. Misschien een paar feestjes waar mensen goed oud gingen, maar dit is iets anders. Ja. En dus was het heel leuk om dat te mogen zien. Ik ken het antwoord maar voor de vorm, dit is voor herhaling vatbaar. Ja, zeer zeker, dit is voor herhaling vatbaar. Ja. Ja. En heb je nu al gelijk idee, je denkt dat moet nog meer, beter, groter dan? Nou, we hebben wel het horen gekregen dat de meet and greets beter konden. Ja? Dus dat is wel echt wel moeilijk, want je wilt de YouTubers niet te veel belasten met superveel fans, maar je wilt de fans ook niet te weinig tijd geven. Dus dat gaan we volgend jaar proberen anders aan te pakken. Ik weet nog niet hoe, maar dat gaan we anders doen. Ja, ik ben een grote fan van muziek, dus ik wil volgend jaar nog meer muziek eigenlijk aanwezig hebben. Ja. Okay. Zeker. Ja. Van los van mezelf dan, iets waarvan je vindt dat een goede YouTuber moet voldoen. Heb jij zelf een soort key to succes eigenlijk? Key to succes, net eigenlijk met alle mensen die verhalen vertellen, of het nou een boek is of muziek is. Je moet gewoon heel erg iets doen wat heel dicht bij je ligt. En soms is gewoon hartstikke, ben je gewoon hartstikke hard, zoals een stuk tv. Soms ben je komisch, zoals een Mert. Soms ben je meer, meer zo'n opera-achtige Teske. Ik vind Teske een beetje opera-achtig. Ja, dat vind ik een goeie. En dat raakt mensen op een of andere manier. En als je daar gewoon true blijft, dan krijg je je eigen vertel gevoel. Je eigen verhaal, dat is wat vertel je eigen verhaal. Ja, het is echt fucking cliché. Nee, sorry, goed. Giel. Oké, okay. Nou, tot zover dit verhaal. Elke dinsdag, 12 over 12, zit ik vaak achter YouTube om te kijken naar Giels.
Ik meen het, serieus. Oké, top. Nou, dat kwam er super gemeend uit hoor. Top. Neem mezelf ook je shout-out op, zou ik zeggen. Vind ik leuk. Misschien kan ik hem verwerken in een filmpje of in een lieder. Want daar ben ik echt druk mee. Volgende week, nog meer. Want de echte awards hebben we nog niet gehad. En geloof me, je gaat stuk. Giels, volg, kijken. Naamgenoot, kom. Ik krijg net te horen in mijn oortje dat ik sneller moet. Epische shit, man. Heb je het gehoord al? Giels is een vet. Ja, nog nooit gezien, maar oké. Zijn we grap? Ja. Leuke gasten van Zeus. Die ga je nog zien volgende keer. En Joy en weet ik voor wie allemaal. Het is tijd voor de prijsvraag. Ja, nog eventjes die van vorige week. Imagine Dragons. Met dank aan Faco Games is echt super vaak op gereageerd. Ik heb vaak bekeken dat filmpje dat je alleen kon zien als je die link had. Ik heb daar nog wel een goede tip over gehad. Dus dat doen we ook niet echt meer. Tenzij ik het op deze manier oplos. Maar goed, laat ik weer wat nieuws doen. De cd gaat trouwens van Imagine Dragons naar degene die als allereerste, heb ik maar even gedaan, gereageerd heeft. En dat is Ryan Rossel. Ryan Rossel. Hey, Ryan Rossel. Gefeliciteerd! Tijd voor een nieuwe prijsvraag. Misschien dat je denkt, ik heb daar helemaal geen zin in, je kan mijn rug op. Nou, daar heeft het van alles mee te maken. Let goed op. Wie is dit? Niet echt heel moeilijk, hè? De prijs is wel heel goed. De cd van Raccoon. Maar ja, daar moet je dus wel wat voor doen. De vraag is, van wie is de rug? Het is niet mijn rug. Ten eerste, omdat ik niet zo gespierd ben. En ten tweede, het is natuurlijk altijd wel de bedoeling dat je ook een beetje persoonlijk bent. Ik ben dus een keer heel erg verbrand. Ben ik op het strand in slaap gevallen. Iemand zou me wakker maken, heeft hij niet gedaan. Nou, ik zal het maar even laten zien. Terwijl ik dan een plaatje van de jukebox opzet. Ik heb dus echt honderden, zo niet miljoenen moedervlekken. Ja, het is echt heel slecht. Ik kan er ooit nog eens een keer een prijs van maken hoeveel vlekken het zijn. Maar dat dan... Ja, goed. Tot zover mijn rug. Ja, ik heb er eentje. Want dat was maar een avondje wel. Het gaat over die avond. Ik laat nog even mijn rug zien. Tot volgende week. Wow.